Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme zegt dat de regering er rekening mee heeft gehouden dat de koers kort voor de verkiezingen zou stijgen. Ook was het te verwachten dat de wisselkoersen kunstmatig omhoog gestuurd zouden worden, waardoor ze tot een verkiezingsissue gemaakt konden worden. De bewindsman geeft aan dat de regering hiervoor een pakket aan maatregelen heeft voorbereid, waaronder de recente aanname van de huurwet. Tsang geeft echter eerlijk toe dat de kwestie van de centrale bank een onvoorziene is waar misbruik van is gemaakt. Het gevolg is dat de wisselkoersen acuut omhoog zijn geschoten. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, wij volgen de prijzen nauwlettend. En we gaan het pakket van maatregelen nu vervroegd doorvoeren. Om die onrust weg te maken, heeft de president in de afgelopen periode, zoals hij heeft aangegeven, heeft extensieve gesprekken gevoerd met de banken, de cambio's, de fiscale en de monetaire autoriteiten, om gezamenlijk de strategie te bepalen. En zoals de president heeft aangegeven, maandag komt er een nieuwe governor om orde op zaken te stellen. Maar vanuit de centrale bank zullen een aantal stringente maatregelen volgen. De president-commissaris is er al uitgebreid op ingegaan. Vooruitlopen zullen de politie, de ECD, DNV, zullen gezamenlijk een gecoördineerde actie uitvoeren. As we speak wordt dat nu gedaan. Minister Tsang, die vandaag op de persconferentie van de president is ingegaan op het pakket aan maatregelen dat de regering zal treffen om de wisselkoers te beteugelen en prijsverhogingen te voorkomen. De HINC-bewindsman zegt verder dat de actie reeds lang is voorbereid. Na gedegen onderzoek is een aantal illegale cambio's in beeld gebracht die hard zullen worden aangepakt. Na de maatregelen van de centrale bank, zoals aangegeven door de president-commissaris, volgt uitvoering van fase 2 van de maatregelen. En wat dat precies inhoudt, daar kunnen we nu nog niet op ingaan. Het gaat in ieder geval ook te maken hebben met de aanpak van allerhande smokkel- en prijsopdrijving. Maar voornamelijk gaat het om de aanpak van de zogenaamde root cause, die in overeenstemming met de banken, Centrale Bank van Suriname, het ministerie van Financiën worden uitgevoerd. We vragen de samenleving om die rust te bewaren. Het is in ons eigen belang, zoals de president heeft aangegeven. Er is een hoge frequentie van nepnieuws, zeker in de aanloop na de verkiezingen. Toen zal het alleen maar erger worden. We vragen de samenleving om de officiële berichten te volgen van het NII. En niet in te gaan op berichten die bewust worden gecreëerd om te destabiliseren. Minister Stephen Tsang van HINC. Hij geeft nog mee het jammer te vinden dat er een politieke strijd wordt gevoerd waarin de bevolking mee wordt gesleurd. Tsang onderkent dat de regering geen schoonheidsprijs verdient met betrekking tot de communicatie. Hij heeft beloofd dat de communicatie naar de samenleving toe verbeterd zal worden om speculaties te voorkomen.